Vanaf vandaag mogen jongeren in de leeftijd 16 tot 25 jaar campagne voeren voor een positie in het Nationaal Jeugdparlement. In het ontspanningsoord van Latour en omgeving Stibula heeft vanmorgen de launch plaats gehad van de verkiezingen van het Nationaal Jeugdparlement NJP. Op 5 december vindt de kandidaatstelling plaats en de verkiezingen worden gehouden op 8 februari 2017. Volgens de voorzitter van het NJP, Priya Sital, kan je de beste jeugdparlementariër worden met de juiste motivatie en focus. Ze gaf de aanstaande kandidaten 3 vragen die hen zouden moeten helpen om een bewuste keuze te maken. 1. Vraag jezelf zeker af, waarom wil ik jeugdparlementariër worden? 2. Vraag jezelf af, wil ik werken voor de jongeren? En als laatst vraag jezelf zeker af van, heb je passie om te werken voor de jongeren? Hou altijd rekening dat het jeugdparlement een inspraakorgaan is. Dus laat je uitgangspunt van je campagne ook dat zijn. En ga jongeren niet beloven, of beloof jongeren geen gouden bergen, dat je straks een sportcentrum voor hen gaat bouwen of opzetten. Want dat is niet alleen een aangelegenheid van het jeugdparlement. Het ministerie van Sport en Jeugdzaken is zich er terdege van bewust dat door jeugdparticipatie kwalitatief beter beleid voor de jeugd kan worden ontwikkeld. De jeugd van nu, de volwassenen van later zijn en zij in de toekomst de samenleving vorm zullen geven. Er zijn enkele instructies die ik wil doorgeven aan de kiescommissie en de organisatiecommissie. En ook alle andere actoren die een bijdrage zullen leveren bij de organisatie van deze verkiezingen. U bent met een heel gevoelige doelgroep bezig, of u gaat met een heel gevoelige doelgroep bezig zijn. En ik wil niet horen dat jongeren bellen naar een nummer en er wordt niet opgenomen, of jongeren sturen berichten op Facebook en er wordt niet gereageerd, of er worden mailtjes verzonden. Kortom, u moet ten alle tijden bereikbaar zijn voor de jeugd. En ook al stellen ze die vraag 10 tot 20 of 30 keer, wees u stressbestendig en geeft u altijd op een correcte wijze antwoord. Minister Faisal Abdulghafoor van Sport en Jeugdzaken. 2 leerlingen, de voorzitters van de kies- en organisatiecommissies, respectievelijk Henry Lamsberg en Anil Gisaidoubé, hebben de banner voor de jeugdverkiezingen geïntroduceerd. Het thema voor de verkiezingen is jeugdparticipatie, jouw recht. Abdulghafoor en de ondervoorzitter van de Nationale Assemblée en eerste voorzitter van het jeugdparlement Melvin Bouva mochten ook de eerste t-shirts met het logo van de verkiezingen in ontvangst nemen. Wij spraken met 2 jongeren die belangstelling hebben voor een zetel in het jeugdparlement. De launch belangstelling? Ja, toch wel, want ik had al lang belangstelling erin. Om jeugdparlementariër te worden? Ja, wel. Okay. Waarom? Ik wil opkomen voor de jeugd natuurlijk en ja, men zegt het is een inspraakbuis. Ja, ik wil ook mijn inspraak doen en zo. Okay. En jij bent van deze omgeving, Latour en omgeving? Nee, ik ben van Sunny Point, Wanika dus. Oké, okay, dus daar wil je opkomen voor de jongeren van. Wat zijn de problemen waarmee zij zit? Nou, daar wordt er niet genoeg voorlichtingen gegeven. Dus motivatiebronnen en zo. Ja. Jij wil de jongen daar gaan voorlichten, waarin? Dus kinderzwangerschap en zo. En er zijn ook veel schooluitvallers en zo, ja. Heb je belangstelling? Jawel, natuurlijk. Dus je zou ook jeugdparlementariër willen worden? Ja, graag. Waarom? Ik zie dat het leuk is om iets te doen voor de jongeren. En ik ben zo iemand, ik ben actief. Ik ben een actieve jongen. Ik wil graag de jongeren helpen om iets te worden, iets beters te worden in het maatschappij. Van welke omgeving ben jij? Latour. Dus wat hebben de jongeren van Latour nodig? Zo, vrij sportruimte. Het is klein, hoor. Dit is te klein voor ons. Want we zijn met ons. Er komen kinderen van andere buurten naar hier. Dus ja, om nog een beetje sportruimte en ja, bijlessen verzorgen. Dus de jongeren hier hebben ook bijlessen nodig. Ja, waarin? De meeste vakken op school. En jij zegt je bent actief, wat doe jij? Ik ben het meest in het voetbal. Oh, okay. Ja. En
Want de mensen zeggen ja, de jongeren willen jeugdparlementariër worden om het geld. Zeg jij dat ook? Nee, ik weet het niet. Ik vind het gewoon om iets belangrijk te zijn voor de jongeren. Mendoza Alfaisi en Marciano Niamat die zich mogelijk kandidaat zullen stellen voor een zetel in het jeugdparlement. We spraken hen vanmorgen bij de lancering van de verkiezingen voor het jeugdparlement in Stibula.